Het ontwerp is dan ook gebaseerd op een combinatie van deze twee kunstenaars, Vincent van Gogh en Gerard Wollerich. Gerechten zijn op traditionele bereid, maar worden dan wel weer op een zeer strakke en clean wijze opgemaakt op de borden. Het wordt weergegeven in de 5 draaiende borden. Zij voeren een moderne dans uit. En deze 5 borden geven ook de 5 bestaande smaken weer. En de chef ziet u bovenop zijn eigen pand. Om daar zijn eigen creaties te maken. Een ontwerp, dames en heren, van Stefan Verouwde. Buurtschap Crescendo met kookkunst. In de verte hoort u de volgende wagen al aankomen. Letterlijk. Eraan. Buurtschap Dommeldal met de wagen Pure Passie, een ontwerp van Ad van der Palen. Zij zijn gekoppeld aan restaurant De Libreien in Zwolle. Johnny Boer, die daar samen met zijn Therese de scepter zwaait. Nou zult u denken, Harley Davidsons, dat is nou de pure passie van Johnny Boer. Scheuren op een Harley. De Libreien veelvuldig in het nieuws als restaurant. En ze hebben daar heel wat sterren op de gevel staan. Johnny en Therese gaan regelmatig met de Harley Davidson, als de tijd het toelaat, lekker uitwaaien op de Harley. En doen dan inspiratie op. En ze stoppen dan ook om... Midden in de natuur, vormgegeven in de ingrediënten waarmee Johnny Boer werkt in zijn keuken. De ene motor staat voor de Libreien en de andere motor staat voor Libreien zusje. Inmiddels ook al bekroond met 2 Michelinsterren. Dames en heren. Graag een applaus voor Buurtschap Dommeldal met pure passie. Van de Libreien, alsmede ook een aantal producten die zij verkopen in een speciale winkel waar zij producten verkopen uit de streek. Ik heb mij laten vertellen dat Johnny Boer een speciaal gerecht maakt met lisdodders. Het schijnt heel erg ingewikkeld te zijn.
Mocht u die keer willen proberen, dan kunt u naar Zwolle, naar de libreien al daar. En bij wagen nummer 5 klinken reeds de klanken uit het Japanse eiland. Buurtschap Oruva is gekoppeld aan het restaurant Yamazato in Amsterdam. En de chef die daar de scepter zwaait is Masanori Tomikawa. Ontwerpers Maarten Molen, Niels Dobbelsteen en Jan Peters zijn er geweest. En zij laten zien het authentieke meergangen diner Kaiseki. In het ontwerp ziet u de reis van de Japanse kaiseki-keuken naar de Hollandse hoofdstad. Met natuurlijk sushi, met vis. En natuurlijk ook een stukje Amsterdam. Want het restaurant Yamazato is gevestigd in het Okura Hotel. Dames en heren, buurtschap Oruva. Van het centrum van Warnerswaard bent u bij de Griekswijkhoeven. Het restaurant van Dick Middelweert en zijn vrouw Anne Lauren. In de keuken vindt u veel passie voor het ambacht uit de Frans-Nederlandse keuken. Voor Dick zijn de seizoenen belangrijk. Recepten bedenken kost tijd van 3 maanden. Er zijn vaste schema's in de keuken, vaste bereidingstijd voor de gerechten. Alles moet tegelijk op het bord, alles moet op tijd aan de gasten worden uitgegeven. Daarom de klok. De Franse boerenklok. Een verwijzing naar het ambacht en de echte producten. Terwijl buurtschap Oruva langzaam voortschrijdt richting de Eindhovense weg met dus. Restaurant is belangrijk. Van natuurlijk de chef-kok tot de sommelier, maar ook de afwasser heeft een zeer belangrijke taak. Want zonder hen gaat de cirkel niet door. Wordt voorafgegaan door Showkorps Concento uit Breda.
Hansen weg. Met showkorps Concento uit Breda. Showkorps Concento wordt gevolgd door wagen nummer 7. En wagen nummer 7 komt van buurtschap Graafschap. Ze zijn gekoppeld aan restaurant De Zwaan uit Etten-Leur. Een restaurant wat gerund wordt door de familie Pijnenburg. Met als chef Carlo Chantel. De familie Pijnenburg bezit een uitgebreide schilderijencollectie van gerenommeerde kunstenaars. En een aantal van deze kunstwerken, schilderijen, kunt u ook zien. In dit restaurant te dineren tussen de kunst en de keuken. De titel van de wagen heet Tussen kunst en kitsch. U ziet 14 schilderijlijsten. Afkomstig uit de diverse kunstperiodes. En u ziet iets heel nieuws. QR-codes. U kunt uw smartphone pakken. U kunt de QR-codes scannen. En met deze code krijgt u een echt inkijkje in het restaurant De Zwaan in Etten-Leur. Een ontwerp van Mark Pijnenburg, dames en heren. Buurtschap Graafschap. En ik zou willen zeggen, haal die smartphones maar naar voren. En scan die QR-codes. En laat u verrassen door restaurant De Zwaan. Zelf als publiek. Zorg dat u op tijd een drankje neemt in een van de gezellige uitgaansgelegenheden. Zorg dat u ingesmeerd bent met factor 12 of hoger. Vallende
luisteraar hoort in de verte al de klanken aankomen van het wereldbefaamde nummer Je t'aime mon plus.